Vandaag gaan wij een ziek spelen als blokken, alleen dan met kijkers. Oké, okay, jongens, ik ben een ooglief. Waar zijn jullie? Hallo? Meloen. Ik sta in het midden. Sotine, wat ben jij? Midden, ik ben Meloen. Oké, okay, rennen! Okay. Kom. Volg mij. Ik weet niet waar jij bent. Ik ren met een ooglief en een Meloen. Ik ga gewoon hier zitten, ja. Dan kan ik alles gewoon goed zien. Ik ben de boekenkast, ik moet echt ergens naar binnen. Sorry, jongens. Oké, doei. Sotine, jij bent een Meloen, toch? Ja, ik ben al aan het rennen. Ja, maar ik kom naar jullie toe. Oké. De zoeker is gewoon al bezig, hè? Ja, ik weet het. Maar hier zijn heel veel boekenkasten binnen, dus dit is mijn plek. Sotino, ga jij daar? Ik ga hier, ja? Ja, is goed. Goed. Oké, dan ben ik zo benieuwd of iemand ons gaat vinden. Oh, nee! Er is nog een watermeloen! Oh, nee. Die watermeloen moet ons niet gaan exposen. Ga weg! Ik zit verstopt. Dat zou wel echt heel erg verrot zijn. Oké, Giel, zit jij binnen in dit gebouw naast ons? Ja. Oké. In het gebouw bij de boekenkast. Oké, wij zeggen wel als er iemand naar binnen komt, ja? Ja, is goed. Oké, Sotino. Volgens mij weet die Meloen niet eens dat wij hier ook zo zitten. Weet ik niet. Ik heb een Meloen van wat schapenballon in de lucht gedaan. Ja, maar ik kan daar niet op klikken op een of andere manier. Nu wel. Een lama-ballon. Een kattenballon. Oké, maar niet te vaak doen, hè, want dan weet ze waar we zitten straks. Dat is niet de bedoeling. Dat is waar. Dat is inderdaad niet de bedoeling. Hallo kijkertjes, kom bij dan zoeken. We kunnen ons niet zoeken, Jesse. Ze hebben al zoveel video's gekeken van jou, maar alsnog weten ze niet. Echt, hè? Er is op dit moment nog maar één iemand gevonden. Hoe dan? Ik vind dat knap. Oh nee, wat? Hij heeft helemaal niemand gevonden. Er wordt gewoon random iemand gekozen nu, hè? Dat meen je niet. Er is gewoon nog niemand gevonden. Oh, wat? Hé, jongens, wij zijn gewoon veel te goed. Ik vind het saai. Ik ga een klein beetje doen. Ik loop met je mee. Hallo. Ja, zullen we alles weer even groepen? Ja, kom, ik ben in het midden van het huis. Hey, hallo daar! Achter ons kwam iemand een beetje onze richting in. Ik kan op zich wel hierboven gaan zitten, denk ik. Ik ga ook hierboven. Ja, wacht. Eerst doe ik even dit. Oh, dit? Waar gaan we zitten, jongens? Ik kan nog gewoon alles zitten, hè? Ik ga hier zo in. Ik kom er niet op, jongens. Oh, wacht. Oh, mijn god. Ik ben echt perfect, jongen. Oké, ik zit echt perfect. Ik zit echt perfect. Sotino, welke meloen ben jij? Kijk, kun je het zien? Nee, hè? Nee, loop eens. Ik zit in het hoekje. Oh, die ben jij. Oké. Nice. Kun je mij ook zien, Jesse, of niet? Doe eens een emote. Doe eens zo'n dingetje. Ja, wacht. Ik doe nu een emote. Waar ben jij? Hartjes. Ik ben hot en spicy. Ik weet niet waar jij bent, hoor. Ik weet het niet. Ik kan jullie in ieder geval zien zitten. Jongens, nog 2 minuten. En dan hebben we de eerste hele zieke ronde gewoon gewonnen, hè? Kom op. Dat moeten we even halen. Ik wil deze echt heel erg graag. Er is hier gewoon ook nog niemand binnen geweest. Oké. Er loopt wel iemand rond. Of was jij dat? Wie is dat blaadje? Ik vind het zo saai. Jesse, kom terug. Waarom? Er gaat nu iemand dit gebouw... Oh nee, hij gaat weer... Ik weet niet. Gaat hij weer weg? Ik kwam er even heel erg eng bij, hoor. Achter je. Achter me? Oh, jezus. Ik zie ze hier ook al. Ik zit niet meer goed, jongens. Ik zit niet meer goed. Ja, maar ik zie hem nou ook niet meer. Wacht. Ik moet me gaan verplaatsen. Ik moet hierop en dan parkour. Kom op, Jesse. Je kan dit. Dadelijk word je nog gevonden. Ja, ik zit weer. Goed zo. Oké, ik zag je. Oké. Nou, jongens, nog 1,5 minuut en niemand is nog in dit gebouw geweest, hè? Dit is echt het beste. Nog een watermeloen. Of is het Sotino? Nee, dat ben ik. Hey, jongens. Lokken. Zodra er iemand binnenkomt, dan kunnen alle drie het zwaard gewoon hem killen, ja? Zal ik eentje hier naartoe lokken? Dat is echt een supergoed idee. Ik ga er eentje hier naartoe lokken, ja? Ja, we moeten even hints achterlaten. Ik doe weer even naar lama-ballon en die gaat dan weer ontploffen. Ik wil ook even iemand hierheen toe lokken. Er komt er één, er komt iemand. Oh, daar komen ze! Komt er één of twee? Oké, degene die niet binnenkomt gaan we killen, ja? Als hij komt. Wacht, hij heeft niet eens gezien. Wat doet hij nou? Hallo, ik ben hier. Gaan we er gewoon op afrennen? Ja, kom. Nee, wacht, het zijn er twee. Kom op, killen. Hij rent weg. Ja, dit is geniaal. Hij is dood. Hij moet toch dood zijn? Nee, ik ben dood! Is hij dood? Nee, ik ben dood! Nee, jongens, hoe kan dit nou weer? Waarom gaan we allemaal dood? Nou, oké, deze ronde hebben we verloren. Volgende ronde, jongens, ik ben witwol. Ik ben ook witwol. Ik weet niet wel springen. Ik ben ook springen hier, hé. Zullen we gewoon
opstaan. Jongens, dat de rest er ook bij komt. Kom met mij mee, hè? Kom. Deze. Ja, maar welke is deze? Ik ben aan het springen, ik sta hier stil te springen. Ja, oké, ik zie je. Ik loop wel gewoon mee, joh. Oké, ik kom eraan. Oké, laten we hier omhoog gaan. Zie je mij? Ja. Oké, dit ziet er zo leuk uit, hè. En dan gaan we naar de overkant hier. Hij zit letterlijk onder, yes, maar oké. Ja, we moeten nu niet vallen. Ik val. Zie nou. Oké. Wacht, Giel, kom. Giel, we gaan hier zitten. Waar ben jij? Huh? Hierboven. Giel. Volgens mij weet je niet waar ik ben. Ik zit nu hier. Giel, kom. We gaan hierboven zitten. Kijk, dit is echt een geniale plek. Ik ben bij jullie. We kunnen dit letterlijk met z'n drieën opvullen. Ja, dat is gewoon helemaal. Dit gaat niemand door hebben, gek. Niemand gaat dit ooit zien. We gaan dit 100% winnen op deze manier, jongen. Behalve Zon. Oké, wie doet er nou weer aan? Ik doe een koe. En dan doe ik een schaap. Oké, maar jongens, laten we niet meer proberen iemand te slaan. Want dat werkte de vorige ronde niet heel erg goed. Nee, dat is waar. Nee. Dus dat gaan we niet meer doen. Gelukkig maar. Ja, daar hebben we wel van geleerd, denk ik. Ik vind het wel een beetje rustig, jongens. Ja, dus, je zit onder ons, hè? Ik ben lekker aan het genieten van het uitzicht. Ja. Nee, letterlijk. Er zitten er drie onder ons. Oh ja. Er zitten nu mensen onder ons. Wat spannend. Die gaan naar boven komen. Oh nee. Ze dit gaan pakken, jongens. Nee, maar ze gaan ons sowieso niet vinden hier. 100%. We gaan het hier 3 minuten lang volhouden. Weet je het zeker? Oké. Kan op 5 seconden kan ik weer lama doen. Dat moeten we wel blijven doen om het een beetje spannend te houden, jongens. Kijk, ze staat tegenover ons. Nee. Ze zitten wel goed, hoor. Want ze zitten daar bij het witte wol zitten ze te hakken. Alleen niet bij het goede witte wol. Hoeveel koeien hebben allemaal zo'n ding gedaan. Hoe heeft er niemand gekeken? Nee, ja, ik snap er ook helemaal niks van. Ze zitten allemaal gewoon aan de overkant bij ons. In plaats van dat ze gewoon naar ons toe komen. Ja, echt, hè? Ja, daar snap ik helemaal niks van. Wel, hé, ik ga gewoon even een dansje doen. Wacht, kan ik lopen? Er is iemand heel dichtbij, Jesse. Ja, Jesse, ik wou het zeggen, ja. Waar dan? Ja, letterlijk links van jou. Oh, dan komt hij weer naar boven toe, jongens. Jongens. Hij gaat hierheen komen. Moeten we weg? Doe wat we goed vertellen. Oh, nee, rechts van mij. Oké. Hij zit dus niet. Wij zitten zo goed verstopt, hè. Dit is niet normaal. Hoe kun je dit niet weten als seeker? Ik weet het niet. Hij loopt op. Oké, zijn we ready voor de tol? Ik heb weer een lama gedaan, Ik sta in de fik, Santino. Santino, weet je waar je valt? Oh mijn god, hij zag het niet! Oh nee. Nog één. Die valt op de leden, oké. Die hier tegenover ons, die zat ons net ook heel rustig gewoon een beetje aan te kijken. Kijk ze daar gewoon lopen dan. Oh nee, hij komt er naar deze kant. Oké, hij is gevallen. We moeten nog 1 minuut 40 volhouden, jongens. Nog 1,5 minuut en dan hebben we het gewoon gewonnen. Dit is zo spannend. Ik kom nu 2 mensen naar boven. Oh, daar komen ze. Oh nee, rechts van. Ik ben gemist. Jesse is dood. Ik ben nog levend. Waar ben jij, Giel? Leef jij nog? Nee, ik ben ook. Ja, hij liep letterlijk over mij. Hij miste. Oké, Giel, jij leeft ook nog? Ja, nee, ik ben dood. Oké, zullen we samen Santino beschermen? Ja, waar is die? Ja, nog steeds op dezelfde plek. Oké, let's go, dan gaan we. Hier, kijk, komt-ie. Santino, we gaan jou beschermen. Wij gaan ervoor zorgen dat jij dat gewoon gaat winnen, ja? Oké, is goed. 100%. Nee, hoe komen we daar boven? Volgens mij moet ik dan deze trap... Nee, het gebouw dat tegenover, dat kan ook. Oh ja, maar ik ben er. Oké. Hallo, jongen! Santino, ben je dit? Ja, dat ben ik, ja. Sorry! Santino! Kijk nou uit! Jassie. Ja. We gaan jou gewoon lekker beschermen. Auw, wie sloeg mij? Dat was Giel. Santino. Ik zou niet. Santino. Wat doe jij? We gaan de andere zoeken. Ja. We gaan de andere zoeken. Wow. Oké, we hebben nog iemand nodig van hout en van boekenkasten. Hier staan heel veel boekenkasten. Oké. Ik heb hier ook boekenkasten. Nee, er zit niemand. En dan hier. Oh, jongens, we hebben nog 10 seconden. Het gaat ons toch nog nooit lukken. Ik ga jullie niet meer helpen. Misschien wel, je weet het nooit. Oh,
hadden het ook echt bijna gehaald eigenlijk. Hè? Nee. We hebben verloren, jongens. Oké, jongens. Ik ben een blokje hout. Ik sta in het midden te springen. Hallo. Oeh, wacht. Okay, ik ben meteen hier. Wat zijn jullie? Ik ben bladeren. Zijn jullie allebei in deze rode blokken? Oh. Ah! Rennen! Ik was helemaal vergeten. Ik moet natuurlijk verstoppen. Ja, je moet verstoppen, Jesse. Oh, kijk. Hier kan ik perfect. In dit hoekje. Bro, ik zit perfect. Ik ben ook echt perfect. Jongens, ik zit helemaal goed. Giel, waar ben jij? Waar zitten jullie dan? Ja, ik zit hier. Ik spring nu. Kun je me zien? Nee. Waar ben jij? Zit je binnen nog net of buiten? Oh, wacht. Ik zit binnen. In die auto. Oh, er worden allemaal mensen... Oh mijn god, dan ontploffen hier allemaal mensen. Ik zit binnen. Ik ben in de hoek van een bank. Wat? Er zijn gewoon al iets van 5 mensen dood. Hoe kan dat nou? Zo snel. Oh. Oké, voor mijn neus staat iemand. Jongens, wij moeten met z'n drieën dit overleven. Ja, Giel, ik ben nog even snel verplaatsen. Giel, ik zag jou lopen. Ja, geniaal. Ik zit in een soort jungle, ouwe. Ik zit letterlijk in een soort jungle. Ik zit gewoon in het begin. Oh nee. Giel, er is iemand heel dicht bij jou. Ik zag hem ook. Ja. Ik zou uitkijken. Maar ik heb hier wel een super goed stuk, want ik kan hier letterlijk de hele tijd rondjes blijven rennen. Giel, waar ben je? Ik zit nou boven. Ik zit boven, via boven? Die lalletjes naar boven. Jongens, ik voel me niet veilig, hoor. Ja. En dan ben je hier? Kijk uit. Snel. Daar meteen gaan zitten. Oké, ja, ik zit. Oké. Ik zit nu op zo'n domme plek. Er is daar één iemand en die heeft al iemand gespot. Die komt denk ik nu naar boven. Ja, maar ik zit echt niet op een logische plek op dit moment. Jongens, waar zijn jullie? Ik ook niet, maar... Waar ben jij dan? Zit jij tegenover mij? Ik zit tegenover je. Ik ben dit blokje. Wacht. Ik ga proberen te... Nee, trouwens, er komen nu wel heel veel mensen hier. Oh nee. Komt iemand aan jou en ze hebben het gezien. Ik hoor echt letterlijk de paniek bij jullie. Giel, zit jij tegen die crafting table aan? Ja, dat ben ik. Oké. Nice. Ik ga hier weg. Dat is een slechte plek. Kijk uit, Jesse. Ik zit hem hier gewoon lekker te chillen. Ben ik gezien? Voor je. Nee, ik ben niet gezien. Oké. Giel, kijk uit. Zit iemand bij jou? Oh nee, er zit iemand bij mij. Sofino, leef jij nog? Ja, bro, ik hoor alleen maar paniek bij jullie, maar ik zit hem gewoon te chillen hier. Jongens, we zijn met z'n drieën nog over. Serieus? Zijn er 6 nog over? Nee, wij zijn er 3 daarvan. Oh, spannend. Tot nu toe doen we dat heel goed. Heel erg spannend. Alleen Giel, er zit iemand boven bij jou, dus jij moet wel uitkijken. Ja, ik ga sowieso uitkijken bij die gast. Red daar een blokje. Giel, kijk, er gaat er iemand dood. Iedereen rent achter dat stenen blokje aan. Dit is geniaal. Ik wil hem naar beneden slaan. Let's go. Ik heb naar beneden geslagen, die zoeker. Maar hij heeft ook helemaal niks door. Hij heeft ook helemaal niks door, of wel? Nee, volgens mij heeft hij niks door. Jongens, nog 2 minuten. Ik zit hier te goed. Ik zit letterlijk hier te goed. Satino, volgens mij zit er helemaal niemand bij jou. Nee, ik zit te goed hier, ik zit nog steeds in de ik heb hem al 3 keer van de trap afgeslagen. Ik zit echt perfect. Ik zit echt perfect. Er lopen de hele tijd mensen langs mij, maar niemand kilt mij. En er gaan ook geen mensen meer dood op dit moment. Oh nee. Bro, deze mensen zijn stupid, bro. Wat? Heeft geen één kijker nog jou gezien, Giel? Nee! Jawel, we zijn hier ook een pandje veel mensen. Oh nee. Giel, rennen! Go! Giel, rennen! Kom, jij kan het! Doe, Giel, rennen! Giel. Oh nee. Jongens. Au! Ren, jongens, kom op, ren! Nee! Oh, ik ben ook bijna dood. Er zijn zoveel mensen hier. Ik kan nergens heen zonder mensen te zien. Bro, ik zit hier nog steeds zo direct. Giel, 5 mensen af. Ik ben er geweest. Ik ben er hartstikke geweest. Ik heb Giel gekild. Nee, wat doe je nice. Dan? Santino. Hey, jongens. Waar zou jij nou zitten? In de jungle. Santino, waar is die? Waar is die gast? Hey, blijf van me vandaan, ouwe. Santino zit hier ergens. Hallo. Blijf van me vandaan, ouwe. Santino. Jij zit hier, hè? Dit ben jij, hè? Wat? Maar jij bent toch hier ergens, Santino? Ik ben jou aan het zoeken, Jesse. Ik hou helemaal mijn mond nu. Santino zit hier ergens, maar ik kan hem niet vinden. Natuurlijk zit hij hier. Jongens, wees nou even lief. Ik denk dat hij gewoon helemaal omhoog geparcoerd is ergens. Santino, zit jij hier echt of niet? Ja, ik zit daar wel echt. Want ik zie hem echt gewoon letterlijk voor me. Waar dan? Okay. Ja, bij het water. Bij het water? Waarom kan ik jou niet vinden? Ben je een oogblok? Ik ben bladeren. Oh, je bent bladeren? Ik zit alleen maar stenen te hakken, joh. Jesse! Ga weg! Yes! Ik heb gewonnen! Let's go! En dit was de video. Klik even mee voor deze andere 2 video's. Want dan word je zeker de BSS gaat elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1. Je moet nu klikken.